Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, heeft vandaag het startsein gegeven voor het uitbaggeren van de Suriname Rivier. Het project heet Capital and Maintenance Dredging Suriname River. Het startsein is gegeven bij de Maritieme Autoriteit Suriname MAS. Het ministerie is de opdrachtgever terwijl de MAS het project beheert. De aannemer van het baggerproject is China Harbor Engineering, terwijl Ace Consultancies het project begeleidt. OWTNC-minister Vijay Chotkan benadrukt dat dit project een groot effect zal hebben op de economie van Suriname. Ook vicepresident Ashwin Adin, die de president vertegenwoordigde, gaf aan blij te zijn dat dit project na jaren wachten van start kan gaan. Vermeldenswaard is verder dat dit project een uitvoeringsduur heeft van 12 maanden, zoals u dat van meneer Kolen hebt begrepen, maar waaraan ook een maintenanceperiode gekoppeld is van 5 jaren. De baggerwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd vanaf kilometer 68 in de Suriname rivier te Domburg tot de uiterste bank in de zee. Eén ding staat vast. Wat wij extra eruit zullen halen, is wat wij zelf ervan hebben gemaakt. Regering en private sector tezamen. Ter afronding roep ik dan ook alle gerelateerde publieke en private entiteiten en organisaties op om de handen in elkaar te slaan, om deze gelegenheid te gebruiken om Suriname duurzaam naar de next level te brengen. De ambassadeur van China in Suriname, Liu Quan, die ook deel uitmaakte van de sterke delegatie vandaag, stond stil bij de jarenlange vriendschap tussen Suriname en China. Dit project is een grote uitdaging voor hem. Voor DNA-voorzitter Jennifer Geeling-Simons is een jarenlange droom werkelijkheid geworden. We've been talking about this for a long time. And I have friends from the Chinese company and local, they said, if we have done that job, well, we could have made a great contribution to the development of Suriname. So finally, today, we got there, and I congratulate you on the successful starting of this project. Ik heb ook begrepen dat als je de rivier uitbaggert en er varen geen grote schepen, dat het geen water, maar misschien modder naar zee dragen is, omdat die rivier dan zo vlug mogelijk weer dichtslipt. Ja, nadat die grote schepen van Suralco niet meer vaak op en neer gingen, schijnt het dichtslippen sneller te zijn gegaan. Dat betekent dat het opstarten van het baggerproject het vertrouwen weergeeft dat we moeten hebben dat we die rivier ook zodanig gaan gebruiken. President Desi Bouterse heeft inmiddels via het Nationaal Informatieinstituut laten optekenen dat Suriname met dit project op jaarbasis tientallen extra miljoenen US dollar zal verdienen. Hetgeen volgens het staatshoofd dus een belangrijke injectie voor de Surinaamse economie zal zijn.